Assen. Traditiegetrouw wordt ook de 51ste Grand Prix van Assen, de Dutch TT, geopend met de 50 kubieke centimeter klasse. Voor Nederland een historisch nummer met in het verleden belangrijke rollen voor De Vries, tweemaal wereldkampioen, en Henk van Kessel, eenmaal wereldkampioen. 9 ronden zal het geheel gaan duren, 69 kilometer ruim en op de eerste startrij 2 Nederlanders. Theo Timmer, die zijn 10e TT rijdt, Henk van Kessel ziet hem met nummer 5 en daarnaast Ricardo Tormo, tweede op de lijst tot nu toe. En Durflinger en Ricardo Tormo is als eerste weg met op de tweede plaats Theo Timmer en Henk van Kessel, die ook goed meekomt. Degene die wat achterblijft, u ziet het, wat een raketstart van Tormo, is Durflinger. De man die op het ogenblik aan kop staat van dat 50cc geweld. Daar gaan ze voor op Tormo, dan van Kessel en Theo Timmer in de derde positie. Richting Bedeldijk. Durflinger voert op het ogenblik het klassement aan voor Tormo. Maar Durflinger heeft een veel snellere motor dan Tormo. Alleen Tormo beschikt over een beter stuurvermogen. Een zeer geraffineerd rijder. Kijkt u eens. Daar gaat hij. Tormo, de oud wereldkampioen, 78. Daarachter Timmer, Van Kessel. En ongetwijfeld zal Durflinger daarbij zitten. Tormo voorop. En toch is het Durflinger, Stefan Durflinger, die nu erg dichtbij komt. U ziet hem met nummer 2. En dat zijn natuurlijk ook de mensen waar het om gaat. Durflinger, die afgezien van Tormo de rest in zo'n trainingsronde, zoals we die de afgelopen dagen gezien hebben, meteen op een seconde of 6 rijdt. De grote man die u mist is Eugenio Lazzarini, de wereldkampioen van vorig jaar. Hij rijdt op een nieuwe motor, een Garelli. En daar komt hij niet mee uit de voeten. De motor heeft veel te weinig vermogen. Hij is dus, heeft wel geprobeerd zich te klasseren. Maar de laatste dag is hij zelf niet eens meer op de training verschenen. De Timmerbocht. En dan komen ze hier voor de eerste keer door. Op een totaal van 9. 1 Tormo, 2 Durflinger. Van Kessel is 3. 4 is de man met nummer 9, Rolf Blatter, en 5 is Theo Timmer. Daar ziet u de scheiding. Er zit al aardig wat ruimte tussen. Henk van Kessel op de derde plaats. Oud wereldkampioen. Hij heeft goed gereden dit seizoen. Had een klein beetje pech. Hij heeft één keer een afgebroken schakelpedaal gehad. Toen een goede klassering erin zat. En hij is enige malen door lekke banden verrast. Maar hij trainde hier erg goed. Getuige zijn derde trainingstijd. U ziet het, Durflinger heeft nu de kop overgenomen bij de Bedeldijk voor Ricardo Tormo. Steeds datzelfde gat en nu gaat Tormo binnendoor. Dat is interessant. Even was de deur open en Tormo maakt gebruik. En nu ben ik benieuwd of Tormo dat vol kan houden. Ja hoor, het is voorop, is het weer Durflinger, is weer voorbij gegaan. Eigenlijk een zeer boeiend gevecht tussen deze twee toprijders. In een klasse die gedoemd is zo rond 1984 te verdwijnen. Dan komt er een 80cc voor in de plaats, 80cc klasse. En dat is ook wel te merken, want er zijn heel weinig veranderingen in de motoren geweest. De Bultaco van Tormo die lijkt als twee druppels water op de uitvoering van 2 jaar geleden. Terwijl die fabriekskruidler van Durflinger, waarmee hij, zoals ik al eerder zei, zo'n 6 seconden per ronde sneller rijdt dan de rest van het veld, uitgezonderd Tormo dan, ook weinig verschillen heeft met de fietsen die hij in het vorig seizoen reed. Als u bedenkt dat het snelste ronde hier gereden in 79 gereden werd in 3.32.4 en de snelste trainingstijd hier 3.31.9 was, dan ziet u dat er weinig verschil is. Hey, de heren zitten elkaar sterk in het vaarwater. Tormo nu weer voorop en dan Durflinger. Dat was even erg nipt. Durflinger die dan in het midden van die vierde ronde toch weer even de voorsprong pakt. En dat zal hij moeten doen, wil hij de kansen voor het wereldkampioenschap openhouden. Want eerder lukte het dan toch Tormo in Italië, Spanje en Rijeka om Durflinger voor te blijven. Durflinger goed in de bocht nu en Tormo die niet dichterbij kan kruipen. De Timmerbocht en dan krijgen we de vierde doorkomst.
met voorop Durflinger, dan Tormo. En dan valt er een stevig gat. Daar komen pas de nummers 3 en 4. En zo te zien in dezelfde volgorde nog. Zo'n seconde of 15 is het inmiddels het verschil. Henk van Kessel 3. En daar is er eentje afgevallen. En die loopt. En hier gaat het fout met Durflinger. Ook hij stopt. Hij heeft niet vroegtijdig in de remmen geknepen. En is er maar één oplossing bij die Bedeldijk. Dat is doorrijden. Dan draaien en weer bij zien te komen. En dat betekent natuurlijk dat Tormo nu helemaal weg is. Olie op de baan, roept hij. Jo Genoux. Hij zwaait ook naar de aankomende renners. Wijst op de olie op de baan. En daar moet dan zand komen om dat allemaal goed te maken. En dan hier weer Durflinger op weg om te proberen zijn achterstand op Tormo goed te maken. En dat zal hem zeker niet meevallen. Hij zal er erg hard tegenaan moeten om dat verschil goed te maken. En Tormo, mits hij niet stuk rijdt, kan eigenlijk natuurlijk nauwelijks nog iets gebeuren. Dat is Henk van Kessel. Ogenschijnlijk comfortabel rijdend in derde positie. Ook hij kijkt om voordat hij de bocht ingaat. Daarachter zag u nog net heel eventjes Theo Timmer. En wij zijn terug bij Ricardo Tormo. De zevende doorkomst van Ricardo Tormo, eenzaam op kop, met nog twee ronden te gaan voor de mannen daarachter, Durflinger, die dichterbij gekropen is. Dat is duidelijk, 4.14. Hij knapt elke keer wat terug en heeft dus nog twee kansen om nog dichterbij te komen. En dan zijn we benieuwd, terwijl Durflinger daar bezig is in de achtervolging, of ook Van Kessel en Theo Timmer zich bij die eerste vijf handhaven. Kijkt u eens hoe dicht ze alweer bij elkaar zijn. Durflinger rijdt een fantastische race, dat is heel duidelijk. Van 11 seconden terugkomen tot 4 seconden, 7 seconden goed maken. Dat bewijst hoe goed die Kreidler geprepareerd is. En dan komt Henk van Kessel op 37 seconden. Dat betekent toch dat het voorin of erg hard gaat of dat Van Kessel iets terugzakt. Maar in ieder geval, hij heeft nog de derde plaats. Rolf Blatter 4. En Theo Timmer, 5. Daar is in die kop niets veranderd. En terug nu naar de kop om te kijken of Durflinger Tormo zal kunnen benaderen. Richting finish nu. Nee, het is heel weinig het verschil. Ze liggen nu vlak bij elkaar. We zijn terug naar zoals we begonnen zijn. Het stuivertje wisselen. En dit moet toch een mentale klap zijn voor Tormo. Dat Durflinger zo kan terugkomen. U hoort ook het publiek. Dit vinden ze geweldig. Dat Durflinger, die zo ver weg was, zo goed terug weet te komen. In de richting finish voor de achtste doorkomst. Tormo 1, 2 Durflinger. Maar het verschil is, u ziet dat, een metertje of 20. Schitterende strijd met nog één ronde te gaan. En Durflinger gaat er nu voorbij. Tormo is gelapt en het is maar de vraag of hij dat nog goed zal kunnen maken. Een uitstekende prestatie van Stefan Durflinger op zijn Kreidler. Hier ziet u het moment waarop Durflinger bijgekomen Tormo voorbij gaat. Erg knap. Zelf nog omkijken. Dat is wat Stefan Durflinger doet. Terwijl hij aan de laatste kilometer bezig is op het Assense circuit. Tien meter verschil. Tormo in een laatste verwoede poging om bij te komen. Krijgt hij de kans? Nee hoor, Durflinger gaat fantastisch die bocht in. Neemt zelfs nog meer afstand. En nu geen stuurfouten meer. En het zijn 15 punten voor Durflinger.
Oh, dat is ontzettend. U ziet het, Durflinger heeft toch te veel risico genomen. Gaat dan ook helemaal onderuit. Blijft liggen. Hier ziet u nogmaals hoe dat allemaal ging. Zonder enige noodzaak lijkt het. Komt dan dat moment waarop het voorwiel dubbel slaat. Het kan zijn dat hij een sweept. Nee, het is een achterwiel wat wegslaat. Of dat nu olie is wat daar op de grond ligt, is niet duidelijk. Maar met een geweldige salto mortale smakt Durflinger op de baan. En Tormo kan er maar net langskomen. En moet erg gelukkig zijn met zijn punten. Want de rivaliteit tussen de twee heren is groot. Maar dit is natuurlijk zeer onfortuinlijk voor Durflinger. En dan inhalend is het Ricardo Tormo die zijn laatste meters aflegt. En nu afgezwaaid wordt als eerste. 15 punten voor hem erbij.